Dit is Naomi Fijke. Ze op het oog een leuke gezonde meid van 19, maar geen bedriegt. Ze grossiert zo'n beetje in psychische stoornissen. Met afkortingen waarvan geen mens weet wat ze betekenen. En ze kreeg de diagnose borderline. Het uh, is een persoonlijkheidsstoornis, waardoor je eigenlijk de hele dag in je hoofd zit van oké, okay, uh, ene seconde ben je blij, andere seconde ben je boos. Dan ben je bang, dan ben je verdrietig. En dat kan om de seconde wisselen, dat kan om de vijf minuten wisselen, om het uur, maar het gaat de hele dag door. Naomi's moeder heeft al heel snel door dat er geestelijk iets niet goed is met Naomi. Ze loopt van de ene psycholoog naar de andere en komt op allerlei wachtlijsten te staan, maar komt geen stap verder. Je wordt boos. Je wordt zo vreselijk boos, want je wordt overal heen gestuurd. En zolang je kind geen stempel heeft, word je niet serieus genomen. En dat houdt dus in dat een leerplichtambtenaar je niet serieus neemt. Het houdt in dat een rechter je niet serieus neemt, een gezinsvoogd. Nou. Volgens klinisch psycholoog Joost Hutsenbaut van de behandelkliniek De Viersprong onderschatten veel artsen dat pubers ook voor hun achttiende aan boordlijn kunnen leiden omdat ze het idee hebben dat er eigenlijk weinig onderscheid te maken is tussen een normale puberteitsontwikkeling en een borderline ontwikkeling. Of dat ze het idee hebben dat borderline problemen heel erg voorbijgaand zijn na de adolescentie. En dat maakt dat ze eigenlijk heel erg terughoudend zijn. Ook ook vanuit een angst om te stigmatiseren. En de diagnose eigenlijk vaak niet gaan stellen of veel te laat gaan stellen. Nou, om je vijken, krijgt als 15-jarige de diagnose borderline. Want de symptomen zijn zo duidelijk. Ja, ik, ik, ik had echt ontuiglijke woedeaanvallen. Ik uh, sloopte nog net niet de hele heleboel, zeg maar. maar gewoon Krijzen, gillen en dieren door het hele huis zijn, bijna de hele dag door soms. Uit pure ellende begint ze zichzelf te snijden in haar benen en armen. Die pijn in je hoofd dat is zo erg en dan wil je iets anders wat die pijn dus overheerst. En dan ja, ben je op een gegeven moment terrein raad en dan ga je dat maar doen. En je zit erbij en je kijkt ernaar, want je kan niks. Ik kan moeilijk mesjes afpakken, want als ze dat had gewild, had ze het met iets anders gedaan. Alleen dan zit je dus wel beneden en dan wacht je vijf minuten, tien minuten. En dat is een hel voor een moeder. Maar als er eerder ingegrepen was, had het zover niet hoeven komen. Met Naomi gaat het nu een stuk beter. Ze studeert en het liefst zou ze lezingen gaan houden over het fenomeen. borderline bij pubers.